Hoi en welkom bij weer een gloednieuwe Slime Sunday. Vandaag ga ik de ASMR Clay Cracking Challenge doen. Het is al een tijdje een hele populaire challenge waar je super satisfying krakelende geluidjes uit krijgt. En dat doe je natuurlijk met klei, maar soms ook met slijm. Dus ik ga dat vandaag met alle twee proberen. Maar voordat we gaan beginnen heb ik nog een hele leuke challenge voor jou. Namelijk om deze video een dikke vette duim omhoog te geven. Alleen binnen 3 seconden. Dus je krijgt er natuurlijk niet heel veel tijd voor. Daar gaan we. 3. 2, 1, woe! Is het je gelukt? Ik ben er heel erg benieuwd naar. Als je van slijmcontent houdt, dan weet ik bijna wel zeker dat je dit soort cracking clay bent tegengekomen. De naam zegt het eigenlijk al. Het is klei, maar het kan dus ook met slijm gemaakt worden. En daarop zet je een laagje dat een krakelend geluid geeft. Dat kan op verschillende manieren, waaronder bijvoorbeeld met gips, met nagellak of met was. Nou, ik denk dat was voor mij het makkelijkste is. Het ding is van deze video, ik ga het vandaag uitproberen. Ik weet namelijk niet of het werkt en of het satisfying is. Dat hoop ik wel. Het zou geweldig zijn. Daarbij is het ook hartstikke leuk om met klei en met slijm te werken. Dus geen straf natuurlijk. Ik heb hier klei. En hier aan deze kant heb ik kaarsenwas in een pannetje. Ik had dus een idee om klei hier zo in het bakje te stoppen. In de volgorde van de regenboog daar was op doen. Dan kunnen we het eerst af laten koelen en lekker krakela. Nou, ik heb er hartstikke veel zin in. Dus we beginnen met rode klei. Zo. Oh jeetje. Woep. Weet je wat? Ik denk dat ik misschien deze hele verpakking moet gebruiken. Zo. Even kijken wat past. Ja, het past. Ik denk dat het belangrijk is om dit zo plat mogelijk te maken. Dus ik ga dat gewoon even proberen. Ik vind deze geluidjes trouwens ook zo heerlijk. Oh. Ik probeer er niet doorheen te praten, maar ik vind dat altijd wel een beetje moeilijk om niet te doen. Dus het is een soort van ASMR Meisje Jamila video. Ja, we moeten het er maar mee doen. Oké. Okay. Oh nee, oh nee. Dit is misschien net even iets te weinig, jongens. Een redelijk mooi recht lijntje. Volgens mij komt het wel goed. I don't know yet. Dan hebben we hier gele kleur. Ik heb volgens mij nog een beetje rode klei aan mijn handen. Dat komt nou op dat geel en het oranje te zitten. Nou, lekker handig. Dus hier hebben we groen. Fijn dat ik eventjes de kleur erbij zeg, want jullie hebben natuurlijk ook geen idee dat dit groen is. Ik moet dit echt eventjes fixen, jongens. Het ziet er niet uit. Zo, een beetje platter. Ik denk dat ik misschien een beetje ruimte tekort kom, maar we gaan het zien. Ik heb namelijk nog 2 kleurtjes. Een blauwe, die ik hier er eventjes in ga stoppen. Oh nee, kijk nou. Ik kan nu al gewoon het hele gedeelte opvullen met blauw, maar het moet en zal lukken met paars erbij. En een laatste kleurtje. Kijk maar eens eventjes. Oh, nou. Niet het perfecte slijm, maar het is nog wel leuk. Kijken of het me lukt. Jee. Oh, net even iets te veel. Nee, kom op Jamila, je kan het. Het was ook echt zo ontzettend moeilijk inschatten. Nee, maar ik vind uiteindelijk dat het nog best wel goed is. Hij is alleen niet heel erg plat. Is dat een probleem? Ja, ik denk het wel. Want je moet natuurlijk het was erop doen. En anders heb je aan één kant heel veel, aan de andere kant ietsje minder. Het is vrijwel onmogelijk om alles helemaal waterpas te krijgen. Maar ik heb mijn best gedaan. Dus dan is het nu tijd voor de was. Gaat dit een beetje goed komen, jongens? Hoeveel moet ik doen? I don't know. Oké, misschien is dit oké. Wacht, ik moet eventjes een beetje verspreiden. Oh, maar misschien is dit ook wel een beetje te weinig. We doen er nog een laagje overheen. Het is toch nog helemaal gesmolten. Weet je wat ik ga doen? Ik zet het even aan de kant. En dan gaan we door met het volgende ding. Daar heb ik weer klei voor nodig. Dit keer ga ik namelijk een cracking bal maken. Ik zie dit namelijk overal langskomen op TikTok en op Instagram. En ik heb 2 kleuren klei nog over. Namelijk rood en geel. Helaas, dat zijn dus McDonald's kleuren. Ik strek het even uit. Ik ga zo'n marble effect proberen te doen. Ik zet ze even bij elkaar en dan ga ik ze draaien en dan zo door elkaar heen halen. Oké. Ik draai ze gewoon lekker in het balletje. We gaan ervoor. Dan hebben we deze nu af. Ik vind hem er op zich wel leuk uitzien. Er zit redelijk wat was in, maar ik denk dat we misschien nog wat meer kunnen toevoegen. Oeh, nice. Het begint nu al keihard te smelten. Dus dat is goed. Totdat het weer helemaal vloeibaar is. Ja, top. Dan gaan we nu eventjes zo diep mogelijk het was maken. En dan dippen. Wow. Oh nee. Oh nee. Net even niet genoeg. Maar komt goed. We moeten natuurlijk afkoelen. Want op die manier komt er een waslaagje op. Misschien moet ik er nog een laagje op doen. En here we go. En yes. Even goed afkoelen. Het voelt echt heel erg raar om nu gewoon op te blazen. En zo. Oké. Perfect. Op deze manier kan hij een beetje opdrogen. Alleen, we kunnen dit nog sneller doen door dit allebei in de koelkast te zetten. Maar ik heb deze video stiekem al wel van tevoren voorbereid. Dus ik heb een aantal dingen die al in de koelkast zijn geweest. Hier is alles dat ik van tevoren heb gemaakt. Het klinkt lekker verhard. Dus wat mij betreft
is het goed. Hier heb ik het bakje dat ik zojuist op camera heb gedaan. Dus het is gewoon klei in een regenboogvorm met was erop. De was is niet heel erg goed gelukt. Maar het klinkt wel lekker. Oeh. Jongens, ik heb er zoveel zin in. Ik weet dat jullie er ook zin in hebben. Dus daar gaan we. En... oh. Ik hoor helemaal niks. Ik ga even ietsje harder proberen in te drukken. Kom op, ik wil geluidjes. Oeh, dat was een redelijk geluidje. Oké, wacht. Misschien even met één vinger doen. Yes. Oké, dat geeft wel redelijk wat geluid. Ik vind het echt heel erg satisfying en super chill en relaxend. Het is niet het luidste krakelende geluid ooit, maar het is wel echt heel erg leuk om het te breken. En daarbij, het geluid dat je hoort is heel erg satisfying. Maar het zou fijn zijn als hij nog ietsje luider was, maar misschien gaat dat lukken met de slijm. Hier heb ik namelijk een rond bakje. Daarin zit slijm, gewoon doorzichtig met wat glitters erin en natuurlijk was er bovenop. Ik moet wel zeggen dat dit anders klinkt dan de was die op deze klei zat. Ik ben namelijk bang dat het slijm in het was is gesmolten. We gaan het gewoon proberen, jongens. Here we go. Dit is zoveel makkelijker. Oh, het is echt heel erg fijn oprecht, jongens. Ik moet je eerlijk verkennen, ik vind dit echt geweldig. Ik had niet verwacht dat dit beter zou zijn. Maar we hebben ook nog wel een paar klei balletjes. Het ding is alleen dat je natuurlijk geen balletjes kunt maken met slijm. Want dan, ja, dat is gewoon slijmerig. Dus daar heb je toch wel echt klei voor nodig. En ze zien er geweldig uit. Ze lijken gewoon op kleine soesjes. Het moment van de waarheid is aangekomen. Here we go. Dat was oprecht wel een goede pop. Oh nee, jongens. Het is niet heel erg luid. Maar het voelt wel echt super lekker aan. Oh, ik heb zoveel mooie. Ik vind deze ook echt prachtig. Here we go. Oh. Oeh. Oké, volgende. Dit is er eentje met heel veel glitters erop. Ik ben benieuwd. Oh, yes! Dat was echt de allerbeste tot nu toe. Nice. En... oeh. Ik heb al mijn experimentjes uitgevoerd en ik moet eerlijk toegeven dat het qua geluid nog wel ietsje beter kan, maar het is niet slecht. Wat mij betreft is dit in ieder geval best wel geslaagd. Yes, als je dit genoeg van de video ziet, dan betekent het dat je hem helemaal tot aan het einde hebt gekeken. En dat kun je bewijzen door de vraag van vandaag te beantwoorden. En die is, wat is jouw favoriete kleurencombinatie? Die van mij is roze met oranje. En dat is heel erg grappig, want dat heb ik toevallig ook aan. Maar laat me zeker eventjes weten wat jouw antwoord is in de reacties hieronder deze video. En dan zie ik jou natuurlijk weer in de volgende video. Doei!